Straf. Waarom straffen we eigenlijk? We straffen om verschillende redenen. De oudste reden om te straffen is wraak en vergelding. Jou is iets aangedaan, dus je wilt ook dat anderen wat wordt aangedaan. En door een straf krijg jij als slachtoffer ook genoegdoening. Jij voelt, jij voelt je beter doordat de ander straf krijgt. Je wilt de dader afschrikken? Denk van: hé, hey, als ik dit doe, krijg ik die straf en dat wil ik niet. En met diezelfde straf schrik je dan ook anderen weer af. Bovendien beveilig je de samenleving als je gevaarlijke misdadigers opsluit. En wil je eigen richting met zijn straffen voorkomen. Bovendien, tijdens deze straf willen we ook nog graag de dader enigszins heropvoeden. Zodat hij daarna op een normale manier deelneemt aan de maatschappij. Straffen vroeger en nu. Voor de 11e eeuw was er... Nauwelijks rechtspraak. Het belangrijkste doel van een straf was wraak. Vanaf de 12e eeuw komen er onder adel, koningen, komt er een beetje een vorm van rechtspraak, maar niet zoals we dat nu kennen. Pas in de 19e eeuw wordt het strafrecht echt flink gemoderniseerd. In Nederland wordt onder andere de doodstraf afgeschaft. Vanaf 1945. Is vooral resocialisatie een belangrijk doel. Dus we willen dat misdadigers of criminelen na hun straf weer actief deelnemen aan de maatschappij. Maar er is ook heel veel discussie over, want zijn straffen niet te soft in Nederland? We kennen verschillende soorten straffen. De geldboete is de meest gegeven straf en die is ingedeeld in zes categorieën, waarbij het bedrag flink kan oplopen tot uiteindelijk 810.000 euro. Je kunt ook nog een hogere boete krijgen, want de rechter bepaalt uiteindelijk de boete. Als je een vrijheidsstraf krijgt voor een overtreding, noemen we dat hechtenis. En die kan zijn maximaal 1 jaar. En zoals ik al zei, het gaat dus om straffen voor overtredingen, niet voor misdrijven. Want voor misdrijven krijg je gevangenisstraf. En de maximale gevangenisstraf in Nederland is levenslang. Er worden ook veel taakstraffen gegeven. Dat is de derde hoofdstraf. Taakstraffen verdelen we onder in een werkstraf en een leerstraf. Vaak is het de combi van beide. Dan hoop je dat je van het werk ook nog wat leert. Je kunt ook nog bijkomende straffen krijgen. Deze komen altijd bij een hoofdstraf. Bijvoorbeeld als je te hard rijdt. Of wordt gepakt met alcohol op achter het stuur, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw rijbewijs wordt afgenomen of vernietigd. Dat is een straf die bij bijvoorbeeld dan een geldboete komt. Zo kennen we ook maatregelen. Maatregelen zijn dan niet een bijkomende straf, maar die zijn bedoeld om de dader tegen zichzelf of de maatschappij te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan daders die niet op verminderde toerekeningsvatbaar zijn. Zij krijgen bijvoorbeeld TBS. Of kinderen die onder toezicht worden gesteld. Of bijvoorbeeld criminele goederen die in beslag worden genomen. Je kunt ook een voorwaardelijke straf krijgen. Stel je krijgt acht maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Je gaat dus de gevangenis in. Maar na vier maanden kom je weer uit de gevangenis. Je krijgt dus een kans om te laten zien dat je goed gedrag kunt vertonen. Stel je doet weer hetzelfde strafbare feit. Dan. Krijg je daarvoor een straf, maar komen die vier maanden voorwaardelijk er ook weer bij? Dus dan ga je weer terug voor vier maanden de gevangenis in, plus de straf die je voor het nieuwe strafbare feit krijgt. De rol van de slachtoffer tijdens een rechtszaak bestaat uit drie onderdelen. Slachtoffers hebben tijdens het getuigenverhoor het spreekrecht. Ze mogen een schadevergoeding eisen en ze hebben recht op, op hulp van Slachtofferhulp Nederland. Maar de vraag is: helpt straf nou echt? Bij criminelen die steeds opnieuw met justitie in aanraking komen, zoals we hebben het dus over recidivisten, is het maar de vraag of straffen helpen. Er is dus sprake van asocialisatie: ze worden steeds opnieuw opgesloten en hun normen en waarden wijken af van die van de samenleving. Ten slotte hebben we ook nog de reclassering in Nederland. Zij moeten mensen die een straf hebben gehad begeleiden bij hun terugtreding naar de samenleving. De reclassering heeft vier taken in Nederland. De eerste daarvan is een verslag maken, dat verslag maken ze tijdens het gehele strafproces. Ze zullen steeds opnieuw een advies uitbrengen. Zij zullen de verdachte of degene die opnieuw in de samenleving komt ondersteunen bij een terugkeer, maar ze houden ook toezicht Denk bijvoorbeeld aan een elektronische enkelband. Toezicht wordt geregeld door Reclassering Nederland. En wanneer een straf helemaal is voldaan, zorgt Reclassering Nederland ook nog voor nazorg om te kijken hoe zo'n persoon zich dan in de maatschappij handhaaft.